Iedere week spreken we met burgemeester Michel Bezuijen over de stand van zaken rondom de coronacrisis. Burgemeester, hoe staat het er nu voor in Rijswijk? We hebben op dit moment in Rijswijk 19 dodelijke slachtoffers als gevolg van het coronavirus. Ja, dat is natuurlijk altijd, net als elke week, als u zegt, een heel pijnlijke boodschap. En ook bij deze wil ik alle nabestaanden heel veel sterkte wensen in het verwerken van dit verlies. Dinsdagavond heeft Mark Rutte weer wat versoepelingen aangekondigd. Wat wilt u de Rijswijkers in dit kader meegeven? Ja, het is natuurlijk mooi om te zien dat de samenleving langzaam weer op gang komt. Dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat hebben we ook met z'n allen verdiend. Dat heeft de minister-president ook heel mooi gezegd. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners van Rijswijk. Want ook ik mag constateren dat men zich goed aan de maatregelen houdt. Tegelijkertijd moet er natuurlijk ook altijd weer een waarschuwend woord bij. Want er blijft natuurlijk altijd een risico op de loer liggen dat het te druk wordt. Waardoor de kans op besmettingen toeneemt. Dat hebben we helaas afgelopen weekend in het winkelcentrum in de Bogaard gezien. Waarbij we helaas hebben moeten besluiten om parkeergarages af te sluiten. Dat is natuurlijk een hele vervelende situatie, dat willen we eigenlijk niet. Dus mijn oproep is ook, vermijd drukte. En als u dan toch ergens komt en u ziet dat het te druk is, gebruik uw gezond verstand. En maak rechtsomkeer en ga weer lekker naar huis. Ja, en hoe gaat dat dan de komende tijd verder met winkelcentrum in de Bogaard? Nou, we hebben afgelopen dagen goed overleg gehad met de winkeliers. Daar een paar goede afspraken gemaakt, ook maar nieuwe maatregelen afgekondigd. Dat betekent dat er ook striktere looproutes zullen worden gehanteerd. En dat we ook iets zullen gaan doen aan de voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld de bankjes op het Bomenplein. Die zullen tijdelijk worden gesloten. Dus ook hierbij geldt, als u boodschappen doet, doe boodschappen. Maak er geen dagje uit van. Maar ga daarna ook weer zo snel mogelijk naar huis. Ja, en dan is er ook goed nieuws over de zaterdagmarkt. Ja, daar zijn we heel blij mee. Aanstaande zaterdag, 23 mei, zal de markt weer voor een groot deel in ere worden hersteld. De non-food mag dan weer toegevoegd worden. Ook hier zijn we heel blij dat we met de marktkraamhouders op een goede manier overleg hebben kunnen voeren. En ook een goede oplossing hebben kunnen bedenken. Maar ook hier geldt natuurlijk wel weer mijn waarschuwing. Mensen, pas op als het te druk wordt. Dan moeten we namelijk weer maatregelen gaan treffen. Bijvoorbeeld door de markt stil te leggen. Laten we dat niet zo ver komen. En laten we hopen dat de markt gewoon in zijn oude vorm weer goed kan functioneren. Ja, laten we even kijken ook naar de terrassen. Die mogen op 1 juni weer open. Wat betekent dat voor de lokale ondernemers? Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie maatregel. Ook heel belangrijk voor de horecaondernemers. Daar hebben ze lang op gewacht en ook terecht dat ze daar nu ook gebruik van kunnen maken. Wij hebben in ieder geval als gemeentebestuur besloten de horecaondernemers ook meer ruimte te bieden. Dus ze mogen tijdelijk hun terras uitbreiden. Daar zullen de horecaondernemers ook berichten over ontvangen. Mocht u daar nou niet bij zitten, dan kunt u op de website kijken. www.rijswijk.nl en dan kunt u daar informatie over krijgen om een aanvraag in te dienen. Ja, en tot slot, er komen wat warme dagen aan. Hoe zou u deze het liefst zien als burgemeester? Nou ja, het is natuurlijk altijd mooi om van de warme dagen te genieten. Probeer dat toch zoveel mogelijk thuis te doen. Zoals ik al eerder zei, mocht u dan toch naar buiten gaan, naar een winkelcentrum, een park of anderszins. Probeer dan ook rekening te houden met de drukte. Als het te druk is, ga dan weg. Ga dan weer terug naar huis. Maar ik denk dat het belangrijkste is om het ook positief te laten eindigen. Ik wens iedereen hele fijne hemelvaartsdagen toe.